Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Tilburg 10 Miles. Toplopers, recreanten en een geweldige sfeer maken dit het hardloop-evenement van Tilburg en omstreken. Dit is de Tilburg 10 Miles. Welkom bij deze speciale uitzending over de 28e editie van de Tilburg 10 Miles. Meer dan 10.000 lopers en nog meer duizenden langs het parcours om de vele lopers aan te moedigen. Daar straks meer over. Nu eerst de 10 kilometer voor de vrouwen. Al jarenlang een van de sterkst bezette vrouwenwedstrijden ter wereld. Als het dit weer blijft, dan zijn de omstandigheden heel erg goed. Want het waait niet al te hard. We hebben natuurlijk wel wat wind tegen in het begin. Het lijkt koud, hè, voor toeschouwers en recreanten, maar voor de topatleet is het prima. Het is prima weer. Waar kunnen we rekening mee houden? Ja, ik hoop dat we toch weer een tijd in de 30 hebben. Zowel voor Flanagan als voor Saina. En voor Flanagan zou dat betekenen dat ze een Amerikaans record loopt. En daarvoor komt ze. De start van de 10 kilometer onder bijna ideale omstandigheden in het centrum van Tilburg. En direct vormt zich al een kopgroep met alle topfavorietes. Daarachter een groep met de snelle Nederlandse vrouwen. Met erin ook twee Brabantse. Hier met startnummer F4 Irene van Lieshout uit Schaik. En vlak achter haar Rut van der Meijden uit Eindhoven. Terug weer bij de kopgroep die snel uitgedund raakt. En de eerste verrassing van de wedstrijd is al na een paar kilometer als Betsy Saina, de winnares van vorig jaar, de kopgroep moet laten gaan. Vlak daarachter nog steeds de groep met de Nederlandse toppers. Hier kan Rut van der Meijden het tempo nog volgen. Even later moet ze er toch af. Niet heel vreemd ook, want Van der Meijden komt net terug van een blessure. En ook Betsy Saina heeft het moeilijk. Halverwege de race loopt ze al op een grote achterstand. Het is dan al duidelijk dat een herhaling van vorig jaar er voor haar niet in zit. En dit is de grote verrassing van vandaag. De Ethiopische Genet Yalef. Halverwege komt ze als snelste door. Ook de Amerikaanse Flanagan heeft grote moeite om in haar spoor te blijven. Yalef houdt haar tempo hoog, loopt soepel door de straten van Tilburg en geeft Flanagan geen kans om bij haar aan te haken. Even later toch nog een versnelling bij Flanagan. Ze krijgt Yalef zelfs weer in het zicht. En een kilometer voor de finish lijkt ze het gat helemaal dicht te lopen. Maar de Ethiopische laat dat niet gebeuren. Ze versnelt ook en dan is Flanagan gezien. Yalef weet het dan al zeker. Zij gaat vandaag de 10 kilometer winnen. Het enige wat dan nog niet duidelijk is, is haar eindtijd. Het wordt uiteindelijk 30 minuten en 58 seconden. Net niet de snelste tijd van dit seizoen op de 10 kilometer. Flanagan wordt tweede in 31 minuten en 3 seconden. Een nieuw Amerikaans record. En dat is waar ze voor kwam. I came here to break a 25-year-old record by Lynn Jennings. She's been an idol of mine. And so I came here with one purpose, and that was to get the record. She's a friend of mine and a mentor, and so I'm very, very happy with it, yes. What's the story of your race today here in Tilburg? I came here because I heard the people are very friendly and have a very fast course. So I'm really honored to be here. It's a beautiful city and it's just a great course. I had so many people cheering me on to run the record, so that was very, very helpful. What is the story of your race? Race is good. The weather is not good. Are you surprised that you win here? Yeah. How come? I don't know. Jamie van Lieshout finisht als snelste Nederlandse. Het was eigenlijk de eerste 5 kilometer om spannend te lopen. En dan kon ik heel goed met een groepje, met Jill en Inge. En toen de laatste 5 kilometer probeerde ik eigenlijk aan te zetten. Alleen toen merkte ik al, ja, met de tegenwind en veel bochtjes, dat het toch iets minder lekker ging als ik hoop. Maar toch de laatste kilometer
ja, een beetje kunnen versnellen en dan nog kunnen winnen ook. Dus dat... Wat is er met de voeten? Oh nee, ik heb weer een blaar gelopen, dus kan gebeuren. De Tilburg 10 Miles wordt dit jaar voor de 28e keer gehouden. En net als ieder ander groot evenement kan ook de Tilburg 10 Miles niet zonder gepassioneerde medewerkers en vrijwilligers. Een van hen is Rianne de Natris. Zij zorgt met haar team voor de lopers zodra zij over de finish zijn gekomen. Rianne, wat doe jij vandaag hier? Coördineren, zodat het finishgebied goed loopt. Ik heb 3 mensen nodig die met mij even de lunchpakketjes gaan halen. En de regenjassen. Dit is het finishgebied. En wat gebeurt hier allemaal? Hier gebeurt de mensen die gelopen hebben, net als de minirun of de andere factoren, die krijgen hier de medaille. En dan krijgen ze snelle jellen, water, appels. Maar we moeten zorgen dat de doorstroom goed gaat. Dat het niet stagneert en dat er geen mensen meer door de finish kunnen lopen. Hoe lang doet u dit werk al? Een jaar of 3. Heel gezellig. Wat maakt het zo gezellig? Oh, de sfeer. Om te doen, om te weten, ja, je doet voor iets voor iemand anders. Ik vind het hartstikke leuk. Ik heb 47 vrijwilligers van de Tilburgse Roodrunners. Is het een makkelijke groep om aan te sturen? Of, Ja, zie je wel. Ik hoef niks te doen. Welke categorie vindt u nou het leukste om zo'n medaille aan uit te halen? De kleintjes. De kleintjes? Ja. Yeah. Waarom? Omdat hij komt binnen huilen en je maakt ze blij. Oh, hier heb ik een leuk voor jou. Dankjewel, zegt die. En die is klaar met huilen. Waarom moet jij nou huilen? Want je hebt mijn kleintje niet zo weg. Wat heb jij nou gekregen? Een medaille. Zo, dat is wel een mooie, hè? Ja. Waar heb je die mee verdiend? Zodat ik zo goed heb gelopen. Rianne, het zit er bijna op. Hoe is het gegaan vandaag? Perfect. Het is wel heel druk geweest, maar perfect gegaan. En het weer, wat ik totaal niet gedacht had, is geweldig. Volgend jaar weer? Zeker te weten. Rianne de Natris, een van de vele medewerkers van de Tilburg 10 Miles die ervoor zorgen dat dit evenement ieder jaar weer een succes wordt. Maar dat geldt natuurlijk vooral ook voor die duizenden deelnemers die allemaal hun eigen prestatie lopen op hun eigen afstand. Natuurtalentje. Ging het goed? Ja. Heel goed. Het ging heel goed. Je was wel een beetje moe, hè? Ja. Maar je hebt het heel knap gedaan. Zwaar. Dat doe ik nooit meer. Zo lang. Viel je tegen? Nee, of nee. Maar prachtig. Je liep met je zoon, met je dochter. Dat was Tessa. En dan is het tijd voor het hoofdprogramma, de 10 Engelse Mijlen. Het parcoursrecord staat nog steeds op naam van de legendarische Haile Gebrselassie. En de vraag is of vandaag zijn toptijd van 44 minuten en 25 seconden geëvenaard of zelfs verbeterd kan worden. Het zonnetje scheen niet vaak in Tilburg, maar wel op het moment dat het startschot gelost werd voor de 10 Engelse Mijlen. Een grote groep lopers onder aanvoering van een paar hele sterke Kenianen. En de sterkste van allemaal is misschien wel Bernard Koch, de winnaar van vorig jaar. Die al meteen een kopgroep formeert met wat landgenoten. En in hun spoor
Twee Nederlanders, twee dappere Nederlanders die meegaan. Abdi Nageye uit Kuik en Khalid Shukut. Zij proberen deze kopgroep zo lang mogelijk te volgen. Dat lukt tot ongeveer halverwege, maar dan moeten ze de Kenianen toch laten gaan. En hier zien we Nageye nu nog alleen lopen in achtervolging, zijn eigen tempo. Want deze groep, nu nog met zes man, die gaan toch een tempootje te hoog. Alleen deze man op de fiets kan ze bijhouden. Maar dan vinden de beide Nederlanders elkaar, Shukut en Nageye. Jagen elkaar op naar een goede tijd. En ook een onderlinge wedstrijd. Wie wordt de beste Nederlander? Wie de beste loper wordt is al snel duidelijk. Want van de hele grote groep Kenianen is Bernard Koch toch een klasse apart. En weet zijn landgenoten af te schudden. En snelt naar de overwinning in een uitstekende tijd. Ver verwijderd van het parcoursrecord. Dat staat te sterk. Dat staat te scherp op naam van Haile Gebrselassie. Maar met 45-20 doet hij het uitstekend. When I was coming here for the second time, I know I learned a good race because I was in great shape. I liked the course. Also, the weather was favorable. Yeah. What's different with last year? You know, last year there was a lot of humid. It was sunny, but today it rained. But no, it did not rain a lot. I enjoyed it. Koch voor de tweede keer een klasse apart in Tilburg. En achter hem de strijd om de ereplaatsen. En die blijven in Kenia. En dan interessant, en dat is dadelijk boven in beeld te zien, de strijd tussen de Nederlanders, Shukut en Nageye. En het is onze provinciegenoot Abdi Nageye die de snelste is. Dinsdag vaart ik training gedaan, gewoon hard doorgetraind. Dus ik voelde mijn benen was zwaar, dus ik kon niet met de groep mee. Toen dacht ik, ja, lekker eens even gaan lopen, 1 PR. En dan kom je aan de koor door. Ik denk dat ik niet aan de koor heb gelopen. Dus. Ah, lekker. Kan ik je provinciegenoot noemen, want je woont in Kuik, hè? Ja, klopt. Kijk, Kuik. Ja, mooi dorpje. Ja, zeker. Het is Brabantse kampioen en Nederlands kampioen van de Tilburg Termals vandaag. Absoluut, absoluut. Provinciaal. Denk wel, hè. Fijn. En terwijl de toppers achter me gehuldigd worden, zijn die duizenden recreanten nog bezig met hun 10 Engelse mijlen. Aangemoedigd door de vele tienduizenden langs het parcours. Dat nou, ze drinken niks. Nee, die... Ja. Daar even niks. Ja, die gaan voor de tijd, hè. Die hoeven geen water. Dat scheelt al een tijd. Dan moet ze zo aangeven. Met de handschoentjes. Ja, met de handschoentjes aan, dan kunnen ze zo. Zodat de lopers de onderkant kunnen doen. Ja. En daar is een speciale academie voor. De Lemmens Academie. En dan ik zie er wel een hoop water iedere keer overheen vallen. Ja, dat ligt aan de lopers zelf, niet aan ons. Of het hier uit te houden. Natuurlijk is het hier uit te houden. Ik hoef in ieder geval niet te lopen. Hè? Niet hard te lopen. Maar je moet me niet van de wedstrijd afhouden. Hè? Want ik mag niemand missen natuurlijk. Hè? Zo meteen ga ik naar mijn vrienden kijken. Die komen natuurlijk wel even, denk ik. Hoe is het gegaan? Ja goed, ik had al 5 maanden niet gelopen. Dus ik had nou de 10 kilometer 56 minuten. Dus ik ben super trots. Maar jouw vrienden doen dus mee en jij zit hier op het terras. Ja, ik ben geblesseerd. Hoe doe je dat dan, zonder trainen die 10 kilometer lopen? Verstand op nul en mijn moeder die meekijkt. Zeker weten. Volgend jaar ga ik meedoen, dat weet ik bijna zeker. Het ligt nou vast, hè? Zwart op wit hier ja, op camera. Ik ben er bang voor, ja. Zo, dat is een serieus pot bier. Ja, inderdaad. Heb je die wel verdiend? Nee, eigenlijk niet. Je hebt niet meegelopen? Ik heb niet meegelopen, nee. Zo, jij hebt er niks van geleden. Nou, ik denk het wel. Wat zegt u? Ik denk het wel. Nou, je ziet er nog fris uit. Ja, dat klopt. Heerlijk gelopen. Ja, wat een entourage. Op een kilometer of 3 voor het einde kreeg je tweede adem. Kom blijven gaan. Super fijn. Hoort jou weer? Absoluut. Volksfeest. Daar moet je bij zijn.
Tot zover deze speciale uitzending over de Tilburg Ten Miles. Het was een top sportdag met een verrassende winnaar bij de 10 kilometer voor de vrouwen. En een bekende winnaar bij de 10 Engelse mijlen. De vele duizenden recreanten zijn al binnen of komen nog binnen. Maar deze uitzending zit erop. Namens iedereen die hem gemaakt heeft, bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.